Welkom bij de woning zesdaagse van Rotterdam. We zijn weer in Ahoy aanwezig. En voorstellen van de renners. Hier het sterkste koppel misschien wel. Maurus met Terpstra. Wel het sterkste of het genoeg is om te winnen, dat weten we niet. De titelverdedigers komen uit Spanje. Vorig jaar verrassend winnaar. Zullen er alles aan doen om weer te gaan winnen. Startschot werd gegeven door Tom Dumoulin. Die later in de avond nog een achtervolging zou rijden. Eerste onderdeel was de puntenkoppelkoers. Die werd gewonnen door het hele snelle koppel Struttinga van Balen. Die al gelijk lieten zien dat ze wel trek hebben in een overwinning in deze zesdaagse. Jong en oud was weer aan het genieten van vele mooie onderdelen. Het volgende onderdeel was de koppelafvalling. Waar opnieuw heel hard gereden werd. Waar het koppel Terpstra-Mauwers was die heel lang onderweg leken na de overwinning. Die de wedstrijd heel hard gemaakt hadden. Maar dan toch meerdere moesten erkennen in het snelle koppel De Pauw, De Ketelen. Die toch op het laatste moment nog eroverheen wist te komen en toch nog een paar dure punten afsnoepte van Terpstra Maurits. Ook werd de wielerploeg van Sunweb voorgesteld. Zowel de dames, de talenten en de profs waren voltallig aanwezig en werden voorgesteld aan het publiek. Volgende onderdeel was de Haukon Derny Cup, waar de snelheden werden gehaald van 70 km per uur. Met als winnaar De Ketelen. Volgende onderdeel was de woningkoppelkoers, waar opnieuw verschrikkelijk hard gereden werd. En toch wel verrassend de bepaalde koppels zoals Torres en Mora en Struttinga van Balen geen ronde konden pakken en toch een ronde verliezen op hun grote concurrenten. En als verrassende winnaars kregen wij het koppel Kloeget-Krasman, die toch wel vrij oppermachtig deze wedstrijd wisten te winnen met een ronde voorsprong. Ook kwamen de sprinters in actie, al staan ze hier een beetje stil. Een surplus. En die sprint werd gewonnen door Jeffrey Hoogland, die op het laatste moment nog wist te winnen.